kijken of dat ze ook bij deze freefall gaan droppen vanaf de 40 meter. Of even stilstaan. Want dat doet namelijk de freefall ook. Die zijn nu op 40 meter, laat ze draaien, maar niet droppen. Dat doet namelijk wel de hangover tower van Schneider. Die doet dat wel. En 40 meter is ongeveer net boven de rem vinden. Of gaan we in één keer door naar de 80 meter? Nee, we zetten hem wel eventjes op 40 meter stil. Dan gaan we waarschijnlijk niet droppen. Want de hangover tower wel kan. Dus weer een mooi overzicht op 40 meter en dan gaan we naar het hoogste punt en dat is 80 meter. En dan gaan we wel droppen. En dus dit is de keer dat ik eigenlijk deze freefall tower zie. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb al best wel veel freefalls gedaan van Funtime, maar deze heb ik nog nooit gezien. Dus ja, voor de eerste keer doen, ben benieuwd. Hartstikke leuk. Weer droppen vanaf 80 meter hoogte. Nou, we zijn ongeveer op 80 meter aanbeland. Gaan we even een rondje draaien. Mooi uitzicht hebben. En dan gaan we droppen vanaf 80 meter. En de freefall van Goetske, dat was tevens de allereerste freefall gebouwd van Funtime die hier in Europa rondreist. En dit is een van de laatste freefall towers van Funtime. Echt leuk dat ze nog steeds bouwen. Alleen jammer dat deze zonne-achterwand staat. Terwijl hij wel een hele mooie achterwand heeft, dat heb ik op foto's gezien en op beeld. Maar jammer dat hij hem nu niet heeft staan. Maar verder qua decoratie op de kassa's, hij ziet echt heel mooi eruit hoor, deze freefall van Goetske. Ik ben benieuwd, misschien kan je even in de comments laten weten, is dit toevallig de freefall tower van Goetske die vroeger heeft gerezen met de frisbee? Ofwel een rust frisbee, is dat toevallig deze Goetske? Dat vraag ik me af, of niet? Laat het even onder in de comments weten. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dat toevallig deze Goetske, toevallig de Goetske was van de frisbee.